Tuurlijk, dat wil elke speler, maar ik wil wel nog een aantal jaar het liefst hier voor Ajax spelen. En ik ben heel blij hoe mijn ontwikkeling is gegaan. Een tussendoortje helemaal in Emmen. Nou, jij bent er wel gewend om stukjes te rijden, geloof ik, als je uit Limburg komt. Is dat dan lekker dat je een laag geclasseerd team hebt? Ja, je weet, daar kan je eigenlijk niks over zeggen of bepalen. En uiteindelijk weet je natuurlijk, het is een van de drie wedstrijden op kunstgras die je uitspeelt. En dat is wel altijd even een omschakeling. En ik denk dat we dat vandaag goed hebben opgepakt. Scherp zijn begonnen met hoog tempo en ja, toch een redelijk vroeg doelpunt gemaakt. Dan zie je ook dat het voor ons een stuk makkelijker wordt als we snel scoren. Ja, wat ik merk is dat jullie echt gas blijven geven. Je zou denken 3-0 bij rust, voet van het gaspedaal, maar dat is allerminst het geval. Ja, klopt. Ik denk, wij weten als team hoe belangrijk uiteindelijk het doelsaldo kan zijn. En we willen ook natuurlijk aan anderen laten zien dat wij niet verslappen als we al 3-0 voorstaan. Gewoon zoveel mogelijk willen scoren. Ja, en hoe is het dan achterin? Ja, je staat ook nog in de buurt van Onana. Die verveelt zich helemaal. Ja, ik denk dat hij vandaag wel koud heeft gehad hier. Ja, zegt hij daar dan nog iets over? Misschien 1 of 2 schoten op doel. En ook daar hoeft hij niet eens te duiken. Dus die zal het wel koud hebben gehad, ja. En nu eindelijk kun je een heel seizoen bewijzen als opvolger van Matthijs de Ligt. Mensen vergelijken me natuurlijk met Matthijs. Maar ja, ik denk de mensen die dichtbij me staan en de trainers ook hier, die weten dat we 2 hele andere spelers zijn. En Ik laat gewoon zien waar ik goed in ben en wat ik kan. En ik kijk natuurlijk wel naar Matthijs hoe hij het doet, maar ik vergelijk me niet met hem. Je bent bezig aan een goede reeks, stabiel. En je leest de kranten waarschijnlijk ook in verband gebracht met topclubs. Moet je dan lachen of vind je dat eigenlijk ook wel weer stoer? Nee, tuurlijk. Ik krijg het ook mee en ik lees het ook. En ik hoor het ook van anderen. En ja, natuurlijk, dat weet je dat gaat komen als je bij Ajax speelt. En voor mij is gewoon, ik wil hier graag spelen voor deze club en nog lang ook. En mijn focus ligt hier om uiteindelijk prijzen met Ajax te pakken. Ik ben heel blij hoe mijn ontwikkeling is gegaan. Natuurlijk, eerste jaar bij Jong gespeeld, tweede jaar iets meer bij 1 en nu hopelijk een heel seizoen. En ja, dat is een lijn die ik waar ik op gehoopt heb en Ajax ook. En ja, hopelijk kan ik die lijn doortrekken. Ja. Gaan afronden. Van de Oude Meerdijk naar Anfield. Ja, hoe groot kan het contrast zijn? Ja, ik denk een van de grootste verschillen. En natuurlijk een fantastische wedstrijd voor ons om ons te laten zien dat we ook in die wedstrijden kunnen winnen of willen winnen. En ja, mooie uitdaging voor ons om een mooie stap te zetten met wat we willen. Ja, het publiek, de Kuip ken je misschien wel, maar op Anfield kan het helemaal kolken. Nu dus niet. Geen fans. Vind je dat dan stiekem wel lekker? Dat je gewoon je eigen spel kan spelen zonder al die entourage eromheen? Of bouw je er wel van? Nou, ik had natuurlijk daar ook liever met fans gespeeld zoals in elke wedstrijd. En ook in de arena natuurlijk. Ik mis die fans enorm en wij als team enorm. En vooral Champions League wedstrijd heb je die natuurlijk echt nodig. En ook daar speel je natuurlijk liever met het publiek. Maar het is natuurlijk denk ik voor ons wel voordeliger.